tandjes er bovenop. Komt steeds dichter bij de buit hier in Den Bosch. Maar de strijd is nog lang niet voorbij. We hebben er nog 3 te gaan. En 3 absolute topcombinaties. Ja, 2 Nederlanders op 1 en 2. Nou, de derde en de laatste kans voor Nederland voor nog een topklassering. En dan krijgen we nog 2 extreem goede Fransmannen. Extreem goede, snelle combinaties. Die het Nederlands feestje nog wel eens kunnen gaan verpesten. Ja, Kevin Stout die al 2 keer de Grand Prix van Den Bosch won. Met Sylvana deed hij dat 2 keer. En nu met Reveur en natuurlijk Simon de Leste. 7. Ook mooi naar binnen gesprongen. Hele korte wending naar de stijl. Ah, heel mooi. Fantastisch. Heel sterk gereden tot zover van Leopold en Zidane. Pak daar denk ik veel tijd in die wending. Ligt naar mijn meter voor op het Schena. Nou, weer een hele korte wending naar de VDL-oxen. Kop Leopold. Stijlsprong. En dan naar de laatste. 40, nou moet hij gas geven. Kom op. 51. Redt hij het? De tijd eerste lijkt afstand. Goed. Oh, ja! Ja! Ja. Leopold van Asten aan de leiding. Fantastische rit. Een risico genomen naar de laatste hindernis. Daar de eerste afstand en dan kan hij nog maar zo eens de grote prijs winnen. Ja, het publiek gaat staan. Een staande ovatie voor Leopold van Asten. Rijdend voor de VDL-groep hier in Den Bosch voor eigen publiek. Aan de leiding een Nederlandse top 3. Op dit moment het droomscenario voor dit concours.